Arno tegen Raymond. Oh, er wordt gediscussieerd over wie duwt het geld erin. Ik denk dat Raymond het geld erin gaat stoppen. Er wordt hier flink gegraaid naar een Brabantse 1 euro. 2 euro. Kijk de concentratie bij Jarno. Ik heb het idee dat Raymond hem er niet goed in krijgt. Daar heeft hij overigens wel eens vaker last van. Oh, we zijn begonnen mensen. Spanning en sensatie. Zo, ja. Er is veel publiek op deze wedstrijd afgekomen. Dat is niet te geloven. Zo, het is gelijk al 1-1 in de eerste secondes van deze wedstrijd. Deze spectaculaire wedstrijd mag ik wel zeggen. Het is eigenlijk Noord-Holland tegen Zeeland. Noord-Brabant. Ja. We wachten op dat. Zo, het is echt een pingpongtafel. Bij Raymond moet je oppassen, weten we nog wel van de beelden van Liel. Want Raymond slaat echt zo hard dat je wel eens kneuzingen kan oplopen. Ja. Ik hoop dat er overal kogel weer in het glas zit. Zo, het is 1, 2, ik hoor net de magische woorden, godverdomme, hoor ik net. 2-2 mensen. En we gaan door. Oh. Ja. Oh, wie zou het winnen? Wie zou het gaan worden? En een schot? Oh, nee hoor. Nou. Het is zo. En hij is blij. Noord-Holland staat voor met 3-2. 4-2 alweer. Ja, het is niet te geloven. 4-2 en we gaan door. En Jarno heel erg in de aanval. Raymond iets meer in de verdediging. Wacht zijn kans af om te scoren. Inmiddels 2-5. Raymond die overigens heel marktplaats afgestruind heeft voor een airhockeytafel. Want hij moet thuis gaan trainen. Inmiddels is het 2-6. Het is 3-6. Weet je ook dat er in het midden van deze airhockeytafel zit kogel weer aan het glas. Ondertussen overigens 4-6 alweer. 5-6. Oeh, het wordt spannend mensen. Ik ga er gewoon even bij staan. 5-6. En nog 52 seconden te gaan. 52 seconden op de klok. Oh, spannend mensen. 6-6. Zes, zeven. Oh, 7-7 mensen. Nog 25 seconden te gaan. Oh, het is 8-7 voor Jarno. Nee! Oh, en aan het eind van de WC-wedstrijd in de laatste seconde nog 8-8. Winnende goal is nu aan de gang. 8-8, spanning en sensatie hier. 8-8 mensen, 8-8. Oh, 8-8. Het laatste doelpunt blijft even op zich wachten. Nee, niks ervan. Wat kan nou? Hoe zat hem raak dan? Oh, hij zat er maar 10 centimeter naast. Nee! En Noord-Brabant wint hoor mensen. Dames en heren, stamperschat. Stamperschat. En nu?